Ik zeg het gewoon allebei. Het is 8 minuten voor 8:30. En dat betekent dat wij gaan schakelen met het station in Houten. Dus eens even kijken wat Sinterklaas daar heeft achtergelaten. Steef, ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo Steef. Is het een beetje druk daar? Ja, het is gematigd druk. Ik zie af en toe wat mensen lopen en ik sta hier nu naast Gerjan. Goedemorgen Gerjan. Goedemorgen. Gerjan is 12 jaar, heb je net laten vertellen. En je hebt een lekker Sinterklaas gevierd, hè? Ja. Hoe was het? Heel erg leuk. Ja? Leuke cadeautjes gekregen? Ja. En altijd op Sinterklaas, op wachtjesavond komen mijn oma gewoon. Oh, oké. Hartstikke leuk. En heb je nog soort fietsen gezien? Nee. Wij hebben namelijk straks in de studio Sinterklaas, dus ik ben je wel luisteren, want je moet straks naar school, hè? Ja. Ja, kun je misschien even stiekem even wat radio luisteren, van Houten FM. Ja. Maar ben je nog misselijk van de pepernoten, chocoladeletters? Nee, maar ik heb niet goed met lekker sushi. Oh, lekker sushi gegeven, dat is ook lekker, hè? Ik ben maar uit gewoon je meegekomen, sushi. Ja. Ben je straks lekker naar school? Ja. Wat ga je vandaag leren, denk je? Ik heb geen idee, ik kan horen leren. Dat klinkt heel veelbelovend. Ja. We lopen even door naar de koffie. Ja, ik wil net zeggen, Steef, want ik hoor daar allemaal geluiden op de achtergrond. Wordt er ondertussen een toilet afgebroken of wat gebeurt daar? Er wordt geen toilet afgebroken, maar ik wil even vragen wat er nog meer allemaal gebeurt. Goedemorgen. Ja, hier worden koffiebekers getest. Ja. Koffiebekers? Ik sta hier met de meneer van de koffiebekers. Hoi, goedemorgen. Kan je misschien uitleggen wat je gebeurt? De bekertjes, ja zeker. We hebben nieuwe bekertjes. Althans, we willen nieuwe bekertjes. We willen ze zelf laten bedrukken. En nou hebben we gisteren allerlei bekertjes opgehaald. En allerlei varianten, grote, kleine, klappen, dan nog stevige. Ja, ik ben echt benieuwd wat de klanten ervan vinden. Wat een lekker bekertje. Ja, wat we zien is een tafeltje met allemaal bekertjes erin en dan kunnen mensen dus een stokje erin steken als ze dat het lekkerste bekertje. Ja, klopt inderdaad. Ja. Kijk eens aan. En je test ze dus door ze kapot te gooien op de grond, zeg maar. Ja, dat zo klinkt het wel. Nee, dat was net niet. Ja. Maar ik denk dat volgende week hebben we dan een uitslag, denk je? Ja, nou ja, zeker wel. Volgende week jullie het wel besteld hebben inderdaad. Dus, ik ben benieuwd. Kijk, leuk. Nou, dan komen we volgende week weer terug, Jorie. Kijk aan. Hey, dankjewel, Steve. Geniet er nog even van op het station daar, van de uitmuntende sfeer. En we zien jou zo in de studio. Yes, komt helemaal goed. Hoi, hoi. Wordt je in de kleinste puntjes voorbereid, hè. Alle bakjes koffie testen, gewoon ongelooflijk.